Beste mensen van NLG Minecraft, welkom bij een nieuwe Yennava Tour. En wauw, Timon heeft er weer zin in. Kijk, hij zit hier alvast op de hoogte, want ja. Ik zeg net tegen hem, ga er even in zitten, dan schijt ik in je bek. Zo gaat hij. Ja, zingen. Dat vind ik altijd lekker. Ik vind het lekker als je dat doet, maar dit is geen Yennava Tour, hè, Smal. Dit is Yennava Survival. Zei ik dat? Jij zei Yennava Tour, smerig mannetje. Jezus, wat heb ik veel Yennava Tours laatst net opgenomen daar, dat het in mijn hoofd zit. Oh ja. Jeetje. Nou, we zitten inderdaad bij Yennava Survival, een heel ander programma. En we hebben hier ook iemand erbij. Hallo! Hey. Wat is je naam? Ik ben Famke. Heb je er zin in? Ja, eigenlijk wel, ja. Mooi, want wij niet. Oh! Ja, we hebben altijd heel veel zin in Yennava Survival, hè, Timon? Ja, dit is onze serie. Dit vinden we gewoon leuk om te doen. En ja, de vorige keer hebben we gevraagd of er een kijker was die mee wilde doen. En Famke, die hebben we even geselecteerd. Want Famke die heeft ook al best wel veel goede dingen gedaan. Een beetje voor NLG, ons een beetje geholpen met tekeningen. Of ja, niet, precies. Famke? Ja. Want Famke is een hele goede tekenares, noem je dat zo? Ja, meeste mensen noemen het kunstenaren, maar tekenares kan ook. Wij noemen het bij NLG tekenaressen. In ieder geval, jij bent dus een tekenaresse die tekeningen tekent. Een hele mooie. Ja, de beste uitlegging. Ja, mooiste uitleg ooit. Wat heb jij zo al getekend? Ik teken heel veel profielfoto's en bannerfoto's. Dit ook te rennen trouwens? Jeetje zeg. Jeetje, je bent echt aan het rennen als een malle. Zo heeft hij nog niet gebeweegd in een week tijd. Nee man, zeker niet. Ik kan niet stil blijven staan. Maar profielfoto's en zo, maar je hebt ook iets voor NLG heb je getekend namelijk? Ja, de podcast tekening. De hete podcast jongens, de hete podcast tekening. Als jij die nog niet gezien hebt, dan moet je die zeker weten even checken natuurlijk. Op het kanaal Hete Peper, want die heeft zij getekend. Echt een talent gewoon hoor, qua tekening. Je bent echt heel erg goed bezig. En enorm. Je bent ook steeds beter aan het worden. Ja, dat zeggen meerdere ook. Ja. Gewoon oefenen, weet je. Precies. Ja, ik zag op je Twitter namelijk, wat is je Twitter? @FamkeGames volgens mij. Zag ik een animatie, was je ook mee bezig? Ja, het was even een oefening, want heel veel mensen zeggen van, ja, begin met animeren, dus ik dacht, ik probeer het eens een keertje. Wow. Het zag er echt, zeg maar, het was kort, echt heel kort, maar het zag er al wel echt heel vet uit, dus top. Nou, ik zag er vet uit. Ja, ik denk dat wij zometeen even lekker gaan survivalen of niet dan? Laten we dat gaan doen. We hebben daar een tentje neergezet namelijk. Timon en ik hebben hier vannacht overnacht, jongens. Dus ik vond het wel, ja, weet je, het was wel echt heel intiem dit keer. Ja, dit was heel erg intiem. Weet je, jongens, als je in dit tentje ligt, dan is het een beetje alsof je in bed ligt, een scheetje laat en dan onder je dekens gaat ruiken hoe die ruikt. En dat is zeg maar de hele tijd door, aangezien Timon dus helemaal naast je ligt. Ja, die ligt dan te zweten in zijn gele. Hij zegt nu dat ik het doe, maar hij, stiekem is hij gewoon degene die dat de hele tijd doet. En dit is gewoon het bed. Kijk, dat ziet er heel comfortabel uit. Ja, hier precies. Lagen wij dus samen onder dit dekentje, Femke. Ja. Nou, wat vind je daarvan, Femke? Ruik er eens aan. Oh, wauw. Weg hier. Daar heb ik geen commentaar op. Geen commentaar. Oké, Timon, waar gaan we heen? We gaan naar een dorpje, want je had wat spullen nodig. Ik heb geen spullen nodig. Er moeten volgens mij wat dingetjes weg worden gehaald. Oh, shit, een arena. Dat is altijd nodig. Ja, dat is de arena. Dit is het dorpje van Sander. Heel oud. Die al heel lang in de Yennava zit. We moeten aan de rechterkant zijn, hè? Ja. En deze arena, dat heeft Sebastiaan gebouwd. Mijn gang 12. Oh jeetje, dat is wel heel lang geleden dan, ja. Was daar niet een video over op Yennava Community? Ja, inderdaad. Heel goed, ja. Dat was met het ijs. Serieus, keek je toen ook al van Yennava Community? Ik ben al van de tijd van NL Game Reviews. Niet. Jeetje. Ja. Holy shit. Ik was iets van 19. Wow. 19? Hoe oud ben je nu? Nee, niet 19. Nu, ik ben nu 28. Oké, maar kom binnen. Dit is de arena inderdaad. Deze heeft Sebas gemaakt. Ja, en inderdaad, in de Yennava Community zagen we dan hoe hij hieronder ijs plaatste. Ja, jezus, wat spannend zeg. Dat weet ik niet eens. Kijk dan, man. Kijk, hier is het ijs. Is dit ijs? Dit is de ijskamer. Ik kan hier naar binnen. Ja, dan moet ik kan niet naar binnen! Je moet het zo achterlijk doen. Er zit een button. Oh, hier een button. Oh, shit. Oké. Je loopt door. Hé, ijs. Dit is een soort van sauna, alleen dan ijs. Ja, oh, kijk, dus ga je hier op ijs en dan ga je naar boven en dan heb je allemaal lava daar. Ja, maar dat is toch niet fijn? Dat is toch niet fijn? Dan zit je hier echt in de kou en dan ga je naar buiten en dan bam! Die hitte die valt op je face gewoon, niet normaal. Leuk hoe jij dat ook beschrijft, zeg. Nee, klopt. Nu valt het ook gewoon op mijn face. Ja, heb je dat niet soms dat als jij naakt naar de sauna gaat, Timon, en dan naar buiten gaat,
dat je dan ineens de koude klap van de echte wereld tegemoet loopt. Ja, ik ben ook heel comfortabel met mijn eigen naakte lichaam. Dus inderdaad, zeg maar, ik ga ook niet alleen naar de sauna, maar ook gewoon over straat en zo. Klopt. Ja, Timon inderdaad met oude opa, zit hij dan bij de sauna naakt en zo. Ja. Ik vind dat leuk, het zijn goede mensen, weet je. Ja. Die doen ook gewoon hun best. Het zijn gewoon lekkere mensen, man. Okay, hey, voordat iedereen dit serieus neemt, het is niet zo, denk ik. Nee, dat is niet zo, natuurlijk niet. We zijn altijd sarcastisch. Okay, dit is het dorp. Het dorp is hier, als jullie deze kant op komen. Ja. Oh, wat een mooi dorp zeg. Wat een spannend doel in deze video. Ja, dus even kijken, wat voor boompjes nu weer groen staan te bloeien. Wat vind jij eigenlijk, Femke, de mooiste provincie van de Kingdom Yennava? Nou, nee. Roemas. Roemas? Wat? Wow, ja. Dat is wel een bijzonder antwoord. Wat vind je zo cool aan Roemas? Ik vind die lagen. De lagen. Het is wel heel erg origineel. Ik had het eerder ook nog nooit gezien dan echt in Roemas. De lagen van Hertog Cosmo, inderdaad. Want jij zou daar ook echt willen wonen als je in Yennava zou zitten? Denk het niet, want het is best ver weg. Maar het is wel een heel erg mooie provincie. Ja, want waar zou jij dan willen wonen? Ik denk in Vistara ergens. Vistara? Een beetje in die kant op. Ja. Wat is dit nou? Nee, maar ik vind het wel... Ja, nee, ze heeft gewoon gelijk. Want Vistara is ook wel echt een provincie met heel veel geschiedenis. Echt een karakter. Ja. En ook heel veel dorpjes en steden. Echt heel maar veel. Maar wie kiest er nou voor om in het koude Vistara te gaan wonen als je ook in het zonnige Yennava kan wonen? What the fuck? Ja, maar het is niet altijd zonnig hier. Ik bedoel, er zijn niet voor niks weergoden. Het is hier altijd zonnig, zeg. Het is hier altijd zonnig, zeg Jamal. Het is altijd zonnig in Andermanszee, Wierwoud. Oké, dit is de tempel. Dat zien we hier. En, mooie standbeelden. Oh, ja, jeetje. Precies. Deze tempel is eigenlijk best wel kut, vind ik. Ja, dit lijkt een beetje op het oog van Bor. Mm. Ja, vind je dat vind ik ook. En daarom, ik weet namelijk dat hier nog goud ligt. En ik heb zo het gevoel dat wij het goud wel kunnen gebruiken. Kijk, dit kunnen we wel even eruit hakken. Oh, ja. Nice, we gaan het eruit hakken. Oké. Okay. Oh, nee! Er zit lava onder. Okay. Serieus? Ja, want het is gewoon een trap! Ja, dit is dus gewoon een tempel van een van de goden van Yennava. Ja, ik ga niet zitten waar dat goud staan nu. Ja, maar wacht eens even. Als wij dat nu weghalen en dit is van de goden van Yennava, dan gaan toch die mensen heel boos worden? Ja, maar dat ik ben niet zo van de goden, Jamal. Nee, jij niet, maar hier doe ik nu aan mee. Je hebt mij, je probeert mij nou hier mee te nemen. Nou, ik heb nu voor 5 blokken al. Dan kan ik zeggen dat jij eraan hebt meegeholpen. Dat het ook jouw schuld is. Grappen maken dat je bent. Oké, nou, we nemen redstone denk ik ook gewoon mee. Hupsakee. Jezus. Dus echt, soms is er lava, soms niet. Ja, dit is echt... Oh! Nee! Oh jee! Nee! Ik moet niet doodgaan. Ik verbrand levend. Dat zou de einde van de Yennava Survival zijn. Inderdaad. Nou, daar zullen heel veel mensen heel blij mee zijn. Oké, kom, we gaan weer naar buiten. Ik vind het hier te eng. Oké. Ja, ik vind het hier ook echt eng. Ik heb half... nu, zeg maar, ik zit echt op de helft van mijn levensbar. Jeetje, ik vind dat echt zielig voor je, zeg. Ja, ik ook. Heb jij golden apples bij? Ik heb golden apples, ja. Mogen die daar aan gebruikt worden? Nee. Oh. Ja, dan zijn we weer minder sterk in de oorlog, hè? Ja, die zijn voor de oorlogen, inderdaad. Oké, dit is een mooi dorpje hier links. Nee, joh, die zijn gewoon voor in je kast te leggen. Ja, om naar te kijken. Ja, gewoon mooi ook gewoon met een handdoekje mooi te laten glimmen en zo. Ja, echt hoor. Precies. Zolang het maar goud is. Kijk, oh jeetje, hier is het ook mooi, zeg. Jezus, wat prachtig, zeg. We moeten wel even die kip doden. Dat moeten we sowieso even doen. Hupsakee, kip, ga dood! Hupsakee. Wat is hier binnen eigenlijk, Timon? Nee, dit is een wauw, dit is echt mooi ingericht. Holy shit. Ik weet dat je zei van, wauw, wat een mooie molen. Ja, dit is toch ook een mooie molen. Stop nou eens met haten, Femke. Jeetje. Nee, dit is echt een fantastische molen. Ik denk dat we moeten gaan naar een plek waar we kunnen minen. Ja, ik denk dat dat hier op zich wel kan in deze bergen. Hier is. Ja, hè? Ja, hier is al kool. Kijk hier? Eens. Ja, daar kan het. Oh, daar is al kool inderdaad. In een berg of zo, dat we hier gewoon kijken van... Hey, dat gaan we gewoon even doen, joh. Hier heeft iemand al een ingang gemaakt. Jezus, heb jij een torch voor mij? Dat heb ik zeker. Kijk eens even. Dat heb ik wel even nodig. Dankjewel. Anders zie ik helemaal niks. Oké. Jongens, we gaan de grot betreden. De grot der grotten. De kleefgrot van de grottenfamilie. Oh, wat spannend. Ja, hè? Spannend is dit. Dit is Yennava Survival. Dit is Yennava Survival, waar we elke keer een fantastisch avontuur meemaken. Ja, ik vind het leuk om te doen ook gewoon dit. Lekker maar. Maar is vanaf het begin van de Kingdom, wat is eigenlijk echt jouw favoriete Kingdom geweest? Wat? Vanaf het begin van de Kingdom, wat is jouw favoriete Kingdom geweest? Atla. Atla, serieus? Ik begon met Atla en toen kwam ik bij Borg uit. Ja? En via Borg zag ik een episode dat ze praten over Yennava. En toen was ik van, hey, Yennava, dat herken ik nog van Game Reviews.
En toen was ik van, die serie heb ik nooit leuk gevonden. Nee, dat is wel grappig. En nu vind je het nog steeds niet leuk? Jawel, nu wel. Maar ik was echt klein en ik snapte het nut van de serie niet. Oh zo, ja. Want eigenlijk altijd die... Ja, maar dat... Ik vind dat punt best wel grappig. Want ik bedoel, Atla was echt op jonge kinderen altijd al gericht, hè? Best wel. Ik bedoel, Atla, Leaf... maar Yennava is altijd al geweest met best wel een diepe storyline en grof en zo, toch? Ja, maar niet echt het begin. Bijvoorbeeld de eerste twee episodes. Oh zo, ja. Had ik de eerste episode gekeken toen ik klein was. En toen was ik echt van, nee. Jeetje zeg, wat kritisch ook. Ja, maar dat waren ook wel echt kut afleveringen. Dat was ook nog helemaal niet roleplay of zo. Ja, maar jij kon precies. Dat ook niet zo goed, Jamal. Toen was jij ook niet zo goed eigenlijk. Nee, oké, dankjewel Timon. Ik weet niet wat we aan het doen zijn nu. Nee, we zijn even aan het minen. We zijn op zoek naar diamonds. Want dat is altijd zeg maar het doel. We moeten veel meer omlaag. Ja. Timon hakt ook nu heel erg mooi omhoog. Ja, ik hak omhoog, ja. Zet je X-ray even aan, Timon. Ja, ik heb mijn X-ray niet meer op mijn computer. Dus, oké, mooi zo. Nee, we moeten natuurlijk diamonds hebben, dat is belangrijk, want we hebben nieuwe mensen in Yennava en die maken setjes. Die zijn heel goed in setjes maken, heel goed in repairen van dingen. En daarom hebben ze soms gewoon diamonds nodig, zodat ze die kunnen gebruiken voor onze gear. Want jongens, onze gear gaat zo snel op de laatste tijd. We hebben echt... continu oorlog met iedereen, nu door dat Noorderpact en zo. En er gaan nog hele spannende dingen aankomen, want er komt ineens een kingdom naar ons toe vandaag. Die een brief stuurt van, hey, wij willen misschien wel met jullie het Zuiderpact maken. Jeetje zeg, wat Jezus, spannend wat dit. Spannend. En, nou, het jongens, klinkt kom ook eens even echt hier. Gewoon alsof je gewoon een groepje wolven hebt bijvoorbeeld. Ja, het Zuiderpact. Dat doet me echt aan denken. Hey Femke, kom eens even hier. Zit maar te lullen, kom eens even hier naartoe zeg. Jeetje. Jeetje zegt Femke, kom eens even hier. Jij zit in een andere grot. Oh, daar. Ja. Welkom in de kleefgrot van Yennava. Kijk, nou, dit is mooi. Het is heel kleverig hier. Kijk, al hier. Kijk al deze gangen hier. Het kleefsel. Oké, hey, Iron. Kijk. Jeetje zeg. Jezus, ik hou hier gewoon Iron, jongens. Ik word hier gewoon blij van binnen, zeg. Hé, maar wat wordt jouw eerstvolgende tekening, Femke? Weet je dat al? Oh, wacht, boven je smal. Ook Iron. Holy shit. Oké, jij gaat dat pakken, ja? Oké. Ik doe mijn best. Maar wat gaat je eerste tekening worden, de eerste volgende? Waar ben je mee bezig op dit moment? Ik ben nu bezig met een tekenopdracht voor ene Bram. Oké. En daar krijg je geld voor dan of zo? Nee, ik ben wel ooit eens een keer van plan om geld ervoor te vragen, maar eerst wil ik een soort reputatie opbouwen. Ja, precies. Inderdaad, eerst een reputatie opbouwen en zo goed mogelijk worden. En dan gewoon cashen, zo werkt de wereld. Ja, precies. maar ze heeft ook 100% gelijk. Ja. Maar ik vind eigenlijk al, Femke, dat je al best wel een hele reputatie hebt opgebouwd, hoor. Ik denk dat je al best wel een aardig portfoliootje hebt opgebouwd met al die tekeningen die je hebt gemaakt. Dus ik denk dat je die Bram wel even wat geld kan afkroppen. als die Bram dit ziet, dan is die boos op je, hoor. Nou ja, kijk, ik heb nog 25... Nee, hij is gevraagd om 8 november, hè. 8 november, weet je. Oh, oké. Zo lang geleden, dus dat kan ik nu niet meer maken. Nee, natuurlijk. Dat is waar. Dus dat eigenlijk wil ik nu mijn commissies uit gaan zetten. Dus in de vakantie die gaat komen met school, komt het gedeelte dat ja, ja, dat je zeg maar... Dus de vakantie die ga ik even doorknallen en daarna zeg ik gewoon nu niet meer vragen. Nu ga ik alles afmaken en daarna komen er een paar regeltjes erover. Oké. Dat is heel slim. Ja, dat vind ik een hele goeie. Want je hebt natuurlijk echt al voor NLG heb je dingen gedaan. Ik bedoel, wij hebben je op Twitter natuurlijk ook al meerdere keren bedankt, zeg maar. Dus ja, ik vind wel dat je op een gegeven moment wel wat kan gaan vragen, hoor. Want je bent echt goed genoeg ervoor, tenminste vind ik. Oké, jongens, hebben jullie al wat gevonden inmiddels? Ik heb helemaal niks gevonden. Nog helemaal niks? Jongen, ik heb Iron al, jongens. Het is echt niet normaal. Ja, wat zijn jullie ook al. Voor een ik ben slechte nu op het survivors. Moment Iron aan het hakken. Oké, ja, we moeten Diamond halen. Dat is super belangrijk. Super belangrijk. Ja, ik dat heb vind lava ik echt zo belangrijk. Oké. Okay. Waar? Femke, waar? Jezus, lava. De lava. Jeetje, zeg. We gaan naar de lava. Oké, maar dit kunnen we omzetten naar Obsidian, hè? Nou ja, kijk, dan moet je eerst een strakke pol Een strakke pol? Ja, dan moet je gewoon een strakke pol voor hebben, joh. Nee, een strakke pol. Sebastian Blinski, strakke pol. Oké, nou. Welkom bij een nieuwe aflevering van Strakke Pol. Strakke Pol TV. Ik gooi even wat dingetjes weg, zeg. Hey, want mijn inventory zit vol met allemaal dingetjes. Ja, doe dat maar even. Kijk, die mag je allemaal hebben. Oh jeetje, wat gooi je dat mooi uit je zak. Hier komt wat zaad aan. Hé, het is ook echt zaad, ja. Ja, was ook echt zaad. Oh jeetje. Ja. Anders maak ik die grap ook niet, zeg. Jeetje. Maar Femke, ik ben wel heel erg benieuwd. Volg je de storyline op dit moment van de Kingdom Yennava?
Ja, ja. Wat hoop jij dat er gaat gebeuren? Ik denk dat de meeste problemen een beetje minder worden voor de Java. En ik hoop vooral dat het weer orde komt. Oké. Dus jij bent het nu wel een beetje zat met de ruzie onderling altijd. Nou ja, kijk, ik ben het zat. Dat ook, maar. Ja, want je hebt natuurlijk altijd al. Je hebt natuurlijk altijd al de. Hoe heet het? In de Kinderminava Story, dan heb je altijd al de. Je hebt natuurlijk de burgeroorlog gehad. En nu op dit moment is het heel erg belangrijk, die fight, of ja, zeg maar de strijd tussen Kanta Tribo en Java. Maar ook gewoon, soms wel binnenin problemen van mensen die verraden en zo. Dat is vooral het ding. Jeetje ja, zeg. Bijvoorbeeld gewoon spannend. Die kleine problemen. Bijvoorbeeld met verraad en zo. Ja, maar jij wil een klein beetje. Jij wil eigenlijk zien dat dat weggaat, zeg maar. Je wil gewoon orde in Java. Nou, een klein beetje meer orde, dat wel. Maar het gaat ook weer van de spanning af van... Van de storyline, ja. Ja, precies. Wat je bedoelt. Dus nee, niet helemaal weg, natuurlijk. Het gaat in ieder geval heel erg spannend worden. Het gaat in ieder geval echt heel erg spannend worden, kan ik je vertellen. En waar zijn wij nu op dit moment, Timon? Ik heb geen... We zijn in de onderste regionen van Javia. We hebben wel hier weer... Ja. Een creeper! Iron. We hebben weer Iron, waar we eigenlijk helemaal niks aan hebben in de Kingdom. Oh. Maar toch, het is leuk om iets te hakken, dan doen we het tenminste wel. Ik heb paddenstoelen gevonden. Leuk man, zeg. Jezus, kom eens even hier beneden. Wat kun je nog wel doen met die paddenstoelen? Oh jezus, ik val echt naar beneden als een malle. Ja kijk, we kunnen, dit is laag. Iron! Ja, het is echt laag. Kom eens even hier. Holy shit, wat is dit laag, Timon? Ik vind het een beetje laag. Ik vind het echt laag! Hier zie ik ook nog allemaal Iron. Jeetje, ik sta weer in de fik. Waarom is er geen diamond hier? Huh? Ja! Diamond! Waar? Heb je hem gevonden? Ja, we hebben het doel behaald. Oh, dat, ja. Dat is emerald, lieve schat. Helemaal niet, dat is diamond. Het is, bij mij is het blauw. Hups, oké, we gaan even diamond. Dat is emerald, Nee, dat is emerald. Diamond. Ja, dit is oprecht diamond. Kijk. Nee, oké, dat is diamond, jongens. Het is emerald. Oh jeetje. Ja, emerald, daar kunnen we ook wel mee, hoor. Daar kunnen we ook iets. Nog meer. Wat kunnen we eigenlijk hier met emerald dan? Kijk, kom eens hier. Wat ben je nou, wist je mal? Jeetje zeg, jullie laten me met de kom eens hier, kijk, hier is nog meer emerald. Nog meer emerald, maar waarom geen diamonds dan? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Jongen. Okay. En waar gaat het om aan mij te vragen? Ja, weet jij het ook niet? Ik weet het ook niet. Oh, ik heb wel heel veel iron hier, dat ik schrik daarvan, Femke. Ik schrik ervan dat jij het niet weet. Nou ja, kijk, ik hou me niet zo met de Minecraft nieuws. Oh. Ik ben gewoon de hele tijd aan het tekenen, weet je. Oh, je constant aan het tekenen. Gewoon, ja, maar je had ook in je reden gezet, volgens mij, op mijn Twitter. ik had getweet dat jullie mee konden doen. En toen had je als reden gezet, het zou wel fijn zijn als ik even een pauze kreeg tussen het tekenen door. Ja. Zoiets had je getweet, toch? Dus toen dacht ik, ja, nou. En ik had ook geschreven dat ik vrienden buiten school moet gaan maken. Nou, dus wil jij bij deze een vriend worden van Femke? Dan kun je een comment achterlaten natuurlijk in deze video. En holy shit, wat is dit? Huh? Ietje zeg, wat ben jij? Dan? Jeetje zeg. En, even snel. Oh, Lapis Lazuli is dat natuurlijk. Ja, wat is er, Femke? Vertel. Ik moest even van iemand zeggen dat ze jullie heel erg grappig vinden. Kijk eens aan zeg. Dan moest ik even zeggen van ene, wacht, ik kijk even naar haar naam. Jezus, wat spannend zeg. Jeetje, ik vind het spannend zeg. Haar naam is Sophie. Haar naam is Sophie. Jezus, Sophie. Sophie zeg. Dankjewel voor dit compliment. Jezus. Zeg, via Femke, wat leuk dit. Wat goed dat jij dat hebt doorgegeven. Dankjewel. Oh, ik heb diamond. Oh, ja, serieus? Ik heb diamond. Nee, het is emerald. Oh, waarom? Het lijkt ik zo. Ik heb redstone. Het lijkt echt altijd op elkaar, vind ik, dat diamond en dat emerald. Verschrikkelijk. Ja, maar dus, Femke, nu krijg je misschien wel vrienden, ja. Ja, dus je kunt een vriendverzoek achterlaten in de comments. Even een hives krabbel. Precies. Nou ja, kijk, ik word de populairste meid van de hele Nederland nu. Ja, leuk, precies. Lekker bezig. Hupsakee. Nou, ik heb hier een emerald en ik denk dus met dit mooie vriendverzoekverhaal... Mooie vriendverzoekje. Dat we gelijk de aflevering even gaan afsluiten. Ja, wacht even, Jamal. Ja? Want moeten we nog eerst even zeggen... Femke doet natuurlijk heel veel via Twitter. En ik denk dat het wel heel geschikt is om even een shout-out te doen naar Femke. Zeker. Femke is @FemkeGames, toch? Op Twitter. Yep.
Maakt heel veel vette tekeningen. Is, heel, ja, is gewoon constant ermee bezig. Heeft ons ook veel geholpen. Volg haar even op Twitter. @FemkeGames. Lekker bezig. Ze zoekt vrienden. En, ik zoek vrienden. Misschien moet ik dat nu gewoon in mijn bio gaan schrijven. Van zoek vrienden. Nou, linkje in de beschrijving sowieso. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden om even met ons ja, eigenlijk niet echt iets te doen. Maar ja, dat is een beetje het ding voor je Nava Survival natuurlijk. Als jij volgende keer mee wilt doen natuurlijk, doe een comment achterlaten. Laat weten waarom jij graag mee wilt doen aan de Java Survival. En dan wie weet loop je met een pikhouweel rond in de kingdom. Binnenkort. Zeg. Mensen, beloof voor het kijken. Doe natuurlijk dat duimpje omhoog. Timon, bedankt weer voor het meedoen. En tot de volgende keer. Bye bye.